Nou, ik ben nu toevallig een paar dagen hier in Amsterdam. Ik kom gisteren terug uit New York en maandag vlieg ik naar Oostenrijk. Het idee is dat ik als de backpacker intern de wereld overreis. Met dit kartonnen bordje als handelsmerk. Daar heb ik iets opgeschreven. En dat is een soort van ding wat ik overal mee naartoe neem. Wat een soort van personal branding is. Het begon als een sociaal experiment, maar na een pakkend filmpje... To travel the world as the backpacker intern. En een succesvolle TED-talk... I'm helping agencies, brands and charities for food and a place to sleep. Ging het als een speer. Ik heb nu in totaal iets van 600 aanbiedingen van over de hele wereld gehad. Echt gewoon Tanzania, Oeganda, Sydney, Mumbai. Om bij wijze van spreken in twee fantastische dagen te doen waar hij goed in is. Van origine ben ik copywriter, dus creatief. Maar ik kan ook films maken, strategieën schrijven, businessplan. Dus het is vrij breed. In Seattle heb ik bij een filmschool stage gelopen. En toen heb ik een idee voor een commercial bedacht waarbij iemand uit een vliegtuig springt. En toen ben ik zelf uit het vliegtuig gesprongen. Dus ik was de bedenker en de acteur. En het kan nog gekker. Bijvoorbeeld een stage bij muziekproducer Nile Rodgers. Daar was Avicii, die zat links van mij. En voor mij stond Chris Martin van Coldplay. Ik zat gewoon midden in de geboorte van een nieuwe track. Dat was echt gewoon insane. En dat is dan werk. Tussendoor is het dus backpacken, reizen. En de vliegtickets? Het eerste half jaar heb ik alles zelf betaald. Maar vanaf nu betalen bedrijven ook voor mijn vliegticket. Dan zeg ik, dan kom ik. Follow his adventures and get in touch at thebackpackerintern.com.